Het nieuwe burgerlijk wetboek 2023 is gisteren met 28 algemene stemmen aangenomen in de Nationale Assemblée. Het oude wetboek was meer dan 150 jaar oud en in de afgelopen 3 decennia is er meermalen geprobeerd de wet niet alleen in behandeling te nemen, maar voornamelijk goed te keuren. Parlementsvoorzitter Marinus B. benadrukte dan ook dat deze commissie van rapporteurs, belast met de behandeling van het nieuw burgerlijk wetboek, een heel lang traject van 2 jaren heeft doorlopen om tot deze historische goedkeuring te komen. En laten we aangeven, een wet is nooit goed genoeg. Maar daarom hebben we gezegd, zoals alle andere landen het doen, er worden evaluatiemomenten ingebouwd. En in dat streven heeft ook dit parlement onlangs een afdeling wetgevingsunit in het leven geroepen, waar wetten op regelmatige basis geëvalueerd zullen worden. Ja? Ik voer u terug naar het moment van onze academische week, waar die boodschap helder was. Parlement, als u uw verantwoordelijkheid niet neemt, zullen anderen dat doen. Daarom is voor mij dit moment monumentaal, ja, historisch, emotioneel, maar voor die rechtsontwikkeling heel belangrijk. Deo Charman, de voorzitter van de commissie van rapporteurs, belast met de voorbereiding van het nieuw burgerlijk wetboek, noemde de aanname van deze wet een belangrijke mijlpaal. Ik wens in mijn dankwoord zeker ook mee te nemen al de actoren die we gehoord hebben, van maatschappelijke groeperingen, notarissen, allerlei andere rechtsdeskundigen, maar ook academici die wij gehoord hebben. Kortom, heel veel hearings gehoord, ongeveer 1,5 jaar lang hebben wij moeten zoeken om het eindproduct in openbaarheid te brengen en te bediscussiëren. In de rij der mensen die ik wens te bedanken, de rij zou erg lang zijn, maar 2 namen wens ik zeker te noemen. 1 is notarismeester Chenalien, die ons tientallen keren hier presentaties heeft verzorgd en ons heeft verrijkt met kennis en deskundigheid, zodat wij het werk vlotter zouden kunnen doen. En ik wil naast al onze in-huis-juristen wil ik toch een bijzonder erkentelijkheid uiten aan meester Balraj, die mij soms letterlijk aan de hand heeft genomen en door het zware traject van BW heeft helpen meefietsen. Zeker als lid met een medische achtergrond, voor mij een totaal vreemde wereld. In die zin dat het vrij technisch was, vrij droog was, soms zelfs oninteressant leek. Had ik het karweitje op schouders genomen en moest ik er doorheen geholpen worden. Het nieuw burgerlijk wetboek is tezamen met aanverwante wettelijke regelingen, zoals de Handelsregisterwet, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene Termijnenwet. Deze wet is een voorstel van de regering en is ingediend op 21 november 2021 met als voornemen een herziening van het burgerlijk recht vanwege het tijdsverloop en de ontwikkelingen op dit gebied.